Ja, welkom terug in Medemblik, waar een grootse partij is georganiseerd om Sinterklaas te verwelkomen. Zojuist is de stoomboot uit Spanje aangekomen. We hebben de hele middag keihard gezongen. En dat heeft tot resultaat gehad dat de stoomboot aankwam. En er zijn honderden Pieten. Piet, wat heb je in je hand? Ik heb hier twee hele mooie lichtstaven in mijn hand. Want we zijn zo blij dat we hier zijn. Dat moeten we goed laten zien. Was dat ook voor op zee? Ja, natuurlijk. Want dan kunnen ze ons goed aanzien komen als we in de verte staan te zwaaien. Oké, hadden jullie een goede reis? We hadden een hele goede reis. Blij dat je in Medemblik bent? Ja, ontzettend blij. Medemblik is toch altijd de leukste plek om aan te komen. Nou, dat is te zien, want jullie zijn met velen. Ja, we zijn met iedereen gekomen en al die kindjes hier, dat maak je helemaal vrolijk. Nou, veel plezier. Dankjewel. Dat was een van de Pieten met zijn lichtstaven. We gaan zo de stad in. Er komt een grote stoet, wordt er gevormd van alle kinderen. Er zijn inmiddels duizenden kinderen hier hebben zich verzameld. En we zullen samen met Omroep Weef, de omroep van West-Friesland, verslag doen van de route door Medemblik heen op weg naar Kasteel Radboud. Intussen krijgen de Pieten de laatste aanwijzingen. En dan zullen we in Kasteel Radboud, is een groot Sinterklaasfeest. Daar zijn we niet meer bij, maar we volgen de stoet daar naartoe. Er zal muziek zijn, er is een bakkerskar, er is een busje met VIP's. U zult het allemaal zien. Wij zijn er in ieder geval live bij, samen met mijn collega Chantal Bos van Weef. Die staat op een andere plek, ik heb geen idee waar. Ja, Bart, dankjewel. Ik sta hier op een ponton en als het goed is loopt Sinterklaas net achter mij langs. Hij stapt net van de stoomboot af, dus ik ben heel benieuwd hoe zijn reis was. En het is gigantisch druk. Iedereen staat met lichtjes langs de kant. Ja, de Sint gaat nu die kant op en hij komt langzaam hierheen. En dan gaan we eens even aan hem vragen hoe de reis is verlopen. Ik doe het nu even voor alle kinderen van Medemblik nog even officieel. Ik heet u van harte welkom in Medemblik. Ik moet u zeggen, de aankomst was indrukwekkend. Ik weet, volgens mij had hij wel duizend Pieten aan boord. Ja. Iets te vinden, maar het klopt wel. Hadden ze er zin in om naar Nederland toe te komen? Ja, wat denkt u zelf? Helemaal nu we dit gaan zien met al die prachtige lampjes. Zeg. En die kinderen die zo ontzettend veel zin hadden. En ik moet ook zeggen, het was ook wel heel erg fijn om te horen dat het probleempje, zullen we maar zeggen, het kleine probleempje van het kasteel dat weer opgelost. Ja, daar ben ik ook heel erg blij om. Wiebertje die heeft alle kinderen, zal ik zeggen, als schip uitgenodigd. Dus dat, die krijgt u straks nog even net even te zien. Sinterklaas, volgens mij is er een heel programma. Ik wens u in ieder geval, ik ben blij dat u er bent. Ik wens u een hele mooie paar uren toe. En ik doe de komende weken heel veel plezier in Medemblik en het kasteel. En dat gaat zeker lukken. Dank u wel, mevrouw Fitz. Nou, dat waren mooie woorden voor Sinterklaas, hè. Sinterklaas, ik weet zeker, er zijn zoveel kinderen. Ze willen u allemaal vast even een handje schudden of even een praatje maken. Is het misschien een heel goed plan om nu met z'n allen, want het is hier zo vol, om met z'n allen met onze lampjes in een hele grote optocht door het centrum van Medemblik te gaan. Hebben jullie daar een beetje zin in, jongens en meisjes? En alle Pieten, hebben die daar ook zin in? Nou, ik kon ze bijna niet meer zien, maar ik stel voor dat de VIP-kinderen nog even blijven zitten. Totdat ik bij jullie ben, want jullie gaan met mij mee. En Hoofdpiet heeft een aantal Pieten aangewezen die ook bij jullie gaan staan. Want jullie mogen met hun liefde. Goedendag Sinterklaas. Bent u goed aangekomen? Hallo. Ja, ik ben heel goed aangekomen zelfs. Hallo. Ja. Is de reis goed gegaan vanuit Spanje? De reis is uitstekend verlopen. We hebben net een wat andere route gevaren, want we hadden wat tijd in te halen natuurlijk. Dus een afsnijroute genomen? Een afsnijroute genomen, inderdaad. En er was een klein probleempje met de pilootpiet en zo en met de perspiet. Maar u kijkt maar even naar ons signaal, dan ziet u hoe dat allemaal zit. Het probleem is nu opgelost. Het is allemaal opgelost en we zijn hier precies op tijd. Hoe blij bent u om weer hier te zijn? Wat zegt u? Hoe blij bent u om weer hier te zijn? Nou, ik zal niet zeggen zo blij. Nee, dat kan ik met mijn handen niet aangeven. U zou eigenlijk eens moeten kijken naar wat hier op de kade gebeurt. Nou, daar word ik zo gelukkig van. Het is echt een hele happening. Het is een hele happening en ik ben ongelooflijk blij
En ik ben heel erg gelukkig en dat we dus een heel mooi feest kunnen vieren dit jaar weer. En misschien dit jaar... Vanavond wel onder de schoen zitten. Ja, en misschien vanavond wel een nog groter feest dan we al die jaren hier hebben gehad. Hè? Want ja, daar staan wij toch wel onbekend hier in Wenemling. Hartelijk dank, Sinterklaas. Oh, die zijn mooi. En de stoet lijkt zich in beweging te zetten. De pieten die verzamelen zich hier. Dat was een lichtstaaf van een brutale piet natuurlijk weer. Want het stikte nog van de brutale pieten. Alle brutale pieten. Alle brutale pieten. We gaan achter de stoet aan. De stoet die zich langzaam door medemblik zal bewegen. Begeleid door muziek. Ik zag net al muziekpieten. Met muziekpieten met trombones en trompetten. Hoe dringen hebben we hier al? We dringen even voor. De pieten maken plaats voor ons. En we gaan nu de kop van de stoet zoeken. Piet, waar is de kop van de stoet? Wat zegt u? De kop van de stoet. Ik denk daar. Die kant op. We gaan die kant op. We gaan die kant op naar de kop van de stoet. Mogen we achter jullie aanlopen? Maar er zijn al heel veel pieten zijn weg. Zijn die al weg? Ja, die zijn al daar. Oh. En dan komt hij nog hier naartoe. Wij gaan de kop van de stoet zoeken. We gaan het proberen, ja? Als je me 2 seconden geeft. Geweldig hier. Prachtig hier in Nederland. Kijk, daar staat een echte Piet. En je ziet er ook al zo mooi uit. Ben je blij dat Sinterklaas er is? Ja. Wie vind je leuker, Sinterklaas of Zwarte Piet? Sint. Waarom? Omdat Sint met alle pieten meekomt. Eigenlijk vind ik ze alle twee heel erg leuk. Wat heb je gevraagd voor in je schoen? Dat weet ik nog niet. Nee? Heb je wel al gezet of ga je dat doen als je straks thuis komt? Dat ga ik doen, als ik thuis kom. Veel plezier. Zeg, heb jij al wat pepernoten te pakken? Je hebt je mond vol. Zeg het even, ja. Wat zit erin? Wat zit er in je pepernoten? Oh, in zijn muts. In je muts? Heeft Zwarte Piet die erin gedaan? Nee, van mijn pet. Wat zeg je? Een pet. Je pet. En heeft Zwarte Piet daar pepernoten in gedaan? Ja, heb ik. Je bent te druk met eten, volgens mij. Papa, houdt u nog een beetje vol met die zware kerel op je rug? Altijd, hè. Ja. Voor die kinderen alles. Pepernootje gehad al? Ik heb nog geen pepernootje gehad. Komt maar die zijn voor de kleintjes. Komt vast goed. Uiteraard, uiteraard. En ik zie een lampion. Ja, wel 2 hebben we niet. Hartstikke mooi. Heb je die zelf gemaakt? Ja. En jij hebt ook een pet vol snoep, zeg? Ja. Wie heeft die erin gedaan? Zwarte Piet. Oké. Zijn er veel, hè? Ja. Heb je ze geteld? Nee. 3. Waar niet uit? Dat zijn eens weer een brutale Piet. Brutale Pieten. Je kan geen behoorlijke strek voor hier. Zijn er wel meer dan 10, hè? Wel meer, denk ik. Beetje meer. Nee, misschien net 12. Ik denk 12. Nee? Oh. Wauw. Nou, hij loopt achter mij, de Sint. Het is, de stoet is in volle gang. We zijn vertrokken. En het stikt hier van de pieten. Dag Piet. Hi. Met welke Piet heb ik te maken? Ja, met de Piet die eigenlijk verantwoordelijk is voor alle krullen, strikjes en vlechten in de haren.
Wat mooi, je ziet er ook heel mooi uit. Ja, dank u. Ja. Hoe verloopt de intocht tot nu toe? Ik vind het geweldig, hartverwarmend. Vanmorgen was het ernstig koud in Nederland, maar ik heb er helemaal geen last meer van. Het is zo warm in Medemblik en druk en gezellig. En iedereen die ik vorig jaar gezien heb, zie ik nu weer. Het is echt hartverwarmend. Gewoon extra warme pietenkleren aangetrokken en dan komt het helemaal goed. Ja, komt helemaal goed. Ja. Kijk, er is Sinterklaas achter ons. Ja. Sint, hoe gaat het tot nu toe? Ja, het is heel gezellig, hè? En gezellig. Ik vind het zo fijn dat het eigenlijk zo heel persoonlijk is. Hè? Want als ik hier dan aankom, dan kan ik iedereen ook persoonlijk even een handje geven. Hoeveel heeft u er al geschud, denkt u? Ja, hoeveel heeft Medemblik er? Een stuk of 8000? Nou ja, goed, dat is dan met de grote kinderen erbij natuurlijk. Dus wat zal het zijn, grote Piet? Ja, een stuk of 100. Ik weet het niet. Kijk uit dat u niet struikelt, mevrouw. We gaan u gewoon nog even volgen en even wat kijken gezellig. Hoe de kinderen ervan vinden. Loop gezellig mee. Het is één groot feest. Ja. Hallo. Hallo. Wij zijn inmiddels aangekomen aan een... We hebben de haven even verlaten. En op de hoek staat hier een muziekvorm, computers en majorettes. Die zit op te wachten. Zij vormen de kop van de stoet die door Medemblik zal trekken op weg naar kasteel Radboud, waar een groot Sinterklaasfeest zal beginnen. De Sint is er weer. Ja. Leuk, hè? Uh-huh. Heb je wat gevraagd voor je schoen? Ja. Hoe oud denk jij dat de Sint is? 200. Hij is wel oud, hè? Ja. En wat hoop je te krijgen van Sinterklaas? Nou, dat weet ik nog niet. Heb je wel wat gevraagd aan hem? Ja, ik heb vanochtend een verlanglijstje gemaakt. Hij loopt nog hier op de route, hè? Hallo. Ik zou hem snel nog maar even vragen als ik jou was. Hoe dan? Hallo. Hallo. Hey. Hallo. Van hier ook op tv. Oh jee. Probeer even vooraan het te stagneren. Ik ben net te groot voor grapje. Ja, u kijkt naar de kop van de stoet. De kop van de stoet die langzaam maar zeker door Medemblik zal gaan trekken. Het muziekkorps maakt zich klaar. De majorettes fluit af de tambourmaître geeft het signaal. Ieder moment kan het korps vertrekken. Blij dat ze weer een beetje kunnen bewegen. Dat het is behoorlijk fris. Maar de dames weren zich te kranig. Ja. Wanneer gaan we vertrekken, mevrouw? En zodra Sinterklaas hier aangekomen is. Oh, u wacht nog even af. Ja, wij moeten op hem wachten. Maar intussen blijft u gelukkig wel een beetje in beweging. Ja, we blijven in beweging, zodat we hier niet helemaal rillend vandaan hoeven te gaan. Maar het was best koud, hè, tot nu toe? Het is fris, het is fris. Ja. Dus wij worden het signaal gegeven en gaan we vertrekken. Nee, ik niet. Oké. We volgen het begin van de kop van de stoet. Het was volgens mij een soort tussensignaal. Ja,
het is niet te geloven wat een feest het is. Ja, een feest. Hoofdpiet. Hallo. Ja, hi. Hoe is je bent wel heel belangrijk, hè? Je bent de rechterhand van Sint. Ja, ja, en de linker, hè, soms. Beide. Ja, beide handen soms. Ja, 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 ja. En wat voor taken zijn er dan zoal voor de hoofdpiet? Zorgen dat Sinterklaas op tijd naar bed gaat. Ik moet zorgen dat paard altijd op tijd klaar staat. En ik moet zorgen... Ja, het zijn er eigenlijk veel te veel om allemaal op te noemen. Want ik ben niet alleen de enigste hoofdpiet. We hebben er nog een paar. Jeetje. Ja, dus want ik ken het niet eens allemaal aan. Ik ken het niet eens allemaal aan. Zoveel en taken. Hoe verloopt de intocht tot nu toe? Oh, ik vind het hier allemaal zo gezellig. Het is hier zo allemaal, zoveel kindertjes. Ik vind het hier prachtig. Geniet vind het ook toch? Niet leuk? Ja, ik mag jij vanavond ook de schoen zetten? Gelukkig, ja, doe ik. Ja, we gaan wel mooi liedje zingen, hè? En dan krijg jij zo'n groot cadeau erin. Afgesproken? Afgesproken. Nou, dat doen we dan. Dank je, Piet. Ik moet nou gauw weer naar Sinterklaas, want anders gaat het misschien wel mis. Ik hou je niet langer op. Ja, hey, succes. Goed, doei. Doeg. Doei. Hier aan de kop van de stoep doen wij een merkwaardig dansje. Hier doen wij een merkwaardig dansje om een beetje warm te blijven. Is zo een beetje uit te houden? Ja, dat gaat misschien prima zo, maar koude handen. Een beetje merkwaardig dansje wat we doen. Ja, maar dat is om warm te blijven. Okay. En de mond dadelijk? Ja, proberen warm te houden, hè. Ja. Gaat dat lukken? Ja, dat wil wel. Dat wil nog wel. Maar, en waar wachten wij eigenlijk op? Wij wachten op het sein dat Sinterklaas hierbij komt. Die sluit aan? Die sluit aan en dan gaan we de stoet op het pad. Okay. Denkt u dat die te porren is voor een klein dansje met ons? Vast wel. Ja? Ja, vast wel. Hij is de beroerdste niet, hè? Nee, hij is de beroerdste niet. Hij gaat vast een dansje doen. Okay. Nou, intussen dansen wij vrolijk even voort hier. In afwachting van Sinterklaas. We hebben al een aantal signalen gehoord die erop leken dat de stoet zich in beweging zou zetten. Maar blijkbaar waren het tussensignalen. Want ja, we staan nog steeds een dansje op de plaats te doen. In afwachting van Sinterklaas door weer een signaal, maar weer zet het niet in beweging. Maar ik zie daar toch weer meer pieten aan zien komen. Ik zie daar meer pieten met lichtstaven. Hier waren volgens mij dicht in de buurt van Sinterklaas. Dansende pieten, ook een goed teken, want die zijn altijd dicht bij Sinterklaas. Sinterklaas moet hier ieder moment arriveren. We gaan even naar de collega Chantal Bos. Kijk, de allergrootste Piet zit hier op de schouders. Gaat het goed? Ja. Wel, hè? Dat ziet er mooi uit, zeg. Aan het genieten van dit feest. Absoluut. Ja, helemaal top. Genieten. En vanavond schoenen zetten? Oh, die staan al. Die staan al. Geen open haard, maar ze staan gewoon bij de verwarming. Met de cv. Ja hoor. Dus nu alleen nog hard zingen en dan moet het goed komen. Zo hard als het kan, hè. Zo hard mogelijk. Zij kan ook heel veel geoefend. Heel veel liedjes geoefend, dus dat komt absoluut goed. We moeten achter de pizza aan, geloof ik. Ja, ik denk het. Zullen we gaan? Ja, absoluut. Leuk. We gaan wel lekker. We gaan vertrekken. Er kwam net een Piet met een portofoon. Piet met een portofoon. Dat is modern. Die gaf het uiteindelijke signaal om te kunnen vertrekken. En min of meer opgelucht zet het muziekkorps en de hele Majorette club zetten zich in beweging. Het is het eerste medemixer Majorette korps dat hier langs de korps. Sinterklaas, hoe gaat het? Ja? Heb je de Sint al gezien? Nog niet? Hij kan ieder moment arriveren. Ja, hij kan zo komen, hè? Hij komt er zo aan, hè? Heb je wel al een pepernoot te pakken? Ja. Nou, veel plezier, hè? Bedankt! Hey, treffen een merkwaardige verschijning? Een merkwaardige verschijning, ja, wie is ja, deze Zwarte Piet? Nou, dit is Knuffelpiet. En wat is Knuffelpiet voor een verschijnsel? Knuffelpiet is mijn knuffel. Want ik zal je wat vertellen. Vorig jaar heb ik een wijze leuke hit gemaakt met Knuffelpiet. Oh, echt waar? Ja, serieus. Hij kon in het begin niet dansen, maar daarna ging het stukken beter. Maar okay. Dat zie je straks op het kasteel, want dan gaan we het liedje doen met Knuffelpiet. En hoe gaat het liedje ongeveer?
Oh jee, oh jee, die Pietie kan niet dansen. Oh jee, oh jee, want dansen kan hij niet. Oh jee, daar gaan alle kansen. Oh jee, want dansen kan hij niet. Oké, okay. Daar gaat hij over. Maar hij heeft intussen leren dansen, want dat gaat hem eigenlijk best wel goed af. Super, super goed. Ja, en waarom ja. heet het Knuffelpiet? Ja, het is toch om te knuffelen? Moet je kijken. Oh, wat kijk nou eens. Ja. Een knuffeltje van Piet. Ja, precies. Geweldig. Ja. Nou, maar jullie zijn eigenlijk op zoek naar iets, hè? Ja, wij zijn op zoek naar de fiets. Van de fiets? Ja, de fiets, ja. Ja, de fiets. De, wat was het ook alweer? Riska. De Riska, hè? Ja, daar de zijn Riska. We naar op zoek, maar ik denk dat hij weggefietst is. Want daar hoort de knuffelpiet in te zitten. Ja, daar gaat hij in zitten. Okay. Ja. Maar goed, ik zou jullie helpen zoeken. Ja, help even mee zoeken. Okay. En dan, want we moeten opschieten, hè? Ja, we moeten lopen. Ja, we moeten lopen. We gaan even over naar mijn collega Chantal, om eens te kijken of die nog in de buurt is van Sinterklaas. Ja, en wij lopen nu voorop bij de stoet en de fanfare die neemt kop. Overal lichtjes en gekleurde schoenen. Het is prachtig aangekleed. Ik zal eens even kijken en even vragen of we nog goed op de weg liggen. Dag Piet. Gaan we nog goed op de route? Het gaat heel goed op de route. We lopen een beetje achter, maar... Niet verkeerd gelopen. We zijn nog helemaal... Nee, we kennen de stad, hè. We kennen Medemblik heel goed. Vooral de daken natuurlijk, door en door. Uiteraard. Meer vanaf boven naar beneden, maar dit is ook mooi, hoor. Dit is ook heel mooi. Dus het gaat heel goed. We liggen goed op schema. Zijn we al bijna bij Radboud, bij het kasteel? Nee, we moeten nog even een rondje doen. Ik denk zo'n 45 minuten nog. Dan zijn we er. Dan zijn we er. Gaan we gewoon nog even verder genieten. Inderdaad. En hier hebben wij zicht op een heel speciaal vehikel. Een busje wat meerijdt in de stoet, waar een Piet achter het stuur zit. Volgens mij was dat de Piet die eerder van de boot was afgeslopen om dit busje te kunnen pikken. Om zo een hele club kinderen te kunnen vervoeren. Dus even kijken of we die kinderen wat kunnen vragen. Waarom zitten jullie in een bus? Waarom zit jij in een bus? Nou, omdat ik dit heb gewonnen. Oké, en hoe vind je het in de bus? Leuk. Je hoeft niet te lopen, hè? Nee. Nee, en je zit lekker op schoot? Ja. Hartstikke goed. En waar gaan we naartoe? Naar de kasteel Radboud. Oké, en dan gaan we feest vieren. Ja. Hartstikke leuk. Nou, het is een super behandeling die jullie krijgen. Ja, ik denk het ook. Ja. En jij zit ook lekker. Ik zit heerlijk hier in de bus. Ik zit bij alle VIP'jes in de bus hier. VIP'jes. En we gaan naar het kasteel om kasteel Radboud open te maken. Nou, ik ben er heel benieuwd naar. Fantastisch. Okay. Goeie reis. Relax zitten. Ja. En dan... Dag Piet, hoe gaat het? Ja, goed hoor. Je bent niet koud? Ja, nou, in Spanje was het warmer hoor. Extra kleren aangetrokken. Ja, dat wel op de boot. We zijn zo van, wat is koud in Nederland. Hoeveel kilo's pepernoten delen jullie nou wel niet uit? Zo, dat zou ik niet weten. Dan moet er bij Rekenpiet zijn. Dag Piet, gaat het goed? Hallo. We zijn weer in Medemblik. Ja, het is mooi. We zijn er weer. Fijn om te zijn. Ja, zeker. Heerlijk. Zeker. Ja, heerlijk. Het was alleen een beetje koud op de boot, maar de wind was hard, maar we hebben het overleefd. Bent u lief geweest dit jaar? Ik hoop het. Ik denk dat jullie dat het beste weten. Ja. En de cameraman, is hij lief geweest? De cameraman ook. Ja, hij is lief geweest. Ja. Gaan we gewoon vooruit. Oké. Veel plezier nog. Wacht even. Oh, lekker. Ja, tuurlijk. Oh, dat is goed. Gewoon bij. Kijk nou. Lekker. De beste koffie heeft gemaakt. Dankjewel, Piet. Rechts, Odina. Fantastisch.
fantastisch nieuws. De fiets is gevonden. De fiets is gevonden. De fiets is gevonden. Ja, ik zag ineens allemaal lichtjes. Ik dacht van, oh, daar hebben we de fiets. Dus Knuffelpiet zit er nu in, hè? Gelukkig. Gelukkig, man. Waar was de fiets dan gebleven? We komen nu uit India vandaan. Oké. Het was een heel stuk fietsen. Een hele lange reis, ja. Maar gelukkig heeft u een passagier gevonden. Ja, ja. Het is een mooi duo zo, hè? Toch wel. Het is een prachtig duo, hè? Maar of u veel vaart kan maken, weet ik niet. Nou, ik ga het proberen. Rustig aan. Ja, rustig aan, rustig aan. Knuffelpiet, zet hem op. Zit je lekker? Ja, Knuffelpiet zit lekker. Het is ook echt een VIP, hè? Het is echt een VIP. Echt een VIP. Maar dan moet jij lopen. Ja, maar dat geeft niet. Is goed voor de conditie, hè? Oké. Ja, ik moet zo zingen. Dus heb ik conditie nodig. Zuurstof binnen. Ja, precies. Zet hem op. Heet ons straks, hè? Tot zo. Dag. Tot zo. Wat zien jullie er mooi uit? Gaat het goed? Ja. Ben je blij dat Sinterklaas er is? Ja. Je bent wel warm aangekleed, zo wel nodig, hè? Het is echt koud. Ja. Heb je je schoen al gezet voor vanavond? Ja. En gezongen? Ja. Zing eens een klein Sinterklaasliedje? Weet ik niet meer. Oh, wel goed hè, zo. Leuke intocht. Ja, heel leuk. Wij komen uit Horen, maar we komen speciaal naar Medelink voor de ooittocht. Het is toch een hele happening. Ja, hartstikke leuk. Nou, succes! Ga maar veel pepernoten halen bij de Pieten. En de bus is nog maar net voorbij. De bus met kleine VIP'jes. Kindertjes die een prijs gewonnen hebben en daardoor met een bus de stoet mogen volgen. En achter die bus rijdt alweer het volgende bijzondere vehikel. Een kar van Meelmolen de Herder. Van waarom rijden jullie mee in de stoet? Omdat we meedoen met het quartet. Oké, met het kwartet. Het quartet dat bestaat uit 4 museums. En dan mogen ze dan komen de kinderen en hebben we dan Zwarte Piet. En dan mogen ze allemaal leuke spelletjes doen. Oké, ja. Wat leuk. En nu hebben jullie folders uit te delen voor het kwartet. Ja. Oké, maar we moeten elkaar volgen, hè, want anders raken we het wel uit. Ja. We lopen gewoon achter jullie aan. Okay. Ja, we lopen. En alweer een bijzondere kar. En er komt weer een bosje pieten aan. Met lichtstaven. Nog eens even die lichtstaven. Oh, dit zijn de disco-pieten. Oké, nu wordt er daadwerkelijk gedanst. Met een disco-wagentje erbij. Jullie zitten er ook goed bij. Hallo. Oh, jullie zitten er goed bij. Ja, ik zit er heerlijk warm bij zo. Flink harde muziek. Ik versta er helemaal niets van. Maar plezierig is het wel. Dit zijn de disco-pieten. Nee, maar let op. Als kinderen ziek thuis zijn, dan kunnen ze... Sint, hoe gaat het nu? Ja, het gaat heel erg goed. Ik mis alleen heel veel kinderen. Ik mis Milan en ik mis Maartje. Die ben ik nu aan het zoeken. Ik heb gehoord dat ze ziek zijn namelijk. Waar is uw paard eigenlijk? Mijn paard die heb ik nu even thuis gelaten. Nou ja, thuis, dat wil zeggen hè, op de boot natuurlijk. Want het is hier een klein beetje te druk met dat paard. Hè. Maar die is er wel? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk is mijn paard er. Dat is helemaal goed gekomen. Ik kan me voorstellen, misschien heeft u nu wel hartstikke koude voeten. Ik heb geen koude voeten. Ik word vanzelf helemaal warm van binnenuit. Van al deze warmte hier, van al die kinderen. Het is één groot feest. Maar Milan en Maartje, we hebben ze nog niet gevonden. Zijn ze nog steeds ziek? Milan en Maartje, zijn jullie daar soms? We moeten op zoek naar Milan en Maartje. Wij gaan op zoek naar Milan en Maartje. Ik wil ze zo graag een hand geven. Ja, absoluut. Ja. Ja, en we kijken nog even naar de Disco Pieten. Een speciale club die... nu even last heeft van muziekuitval, dat is een beetje jammer. Waar is de muziek gebleven, Pieter? Waar blijft de muziek? Want muziek moet er wel bij de Disco Pieter moet natuurlijk muziek. Oh, die muziek heeft even een dipje. Oh, daar komt de muziek gelukkig weer, want Disco Pieter hebben muziek nodig.
Die maken ook onderdeel uit van de grote stoet die Sinterklaas begeleidt naar kasteel Radboud. De stoet die trekt door Medemblik, zojuist aangekomen in de haven. Wij hebben rechtstreeks verslag gedaan van die stoet door de stad. Samen met Omroep Weef, de streekomroep van West-Friesland. En terwijl ik omringd word door Disco Pieten, sluiten wij nog even aan en feesten we nog even door hier in het hart van Medemblik. Ik hoop dat u een plezierig uurtje heeft gehad met deze Sinterklaas optocht. En dan zijn we alvast in de stemming. Morgen komt Sinterklaas aan in Amsterdam. Hij reist rechtstreeks door. Om 9:45 begint er een live uitzending op NH. Waarin u de intocht van Sinterklaas in Amsterdam kunt volgen. Ik wens u verder een fijne avond.